Thea Gieleit, cultuurambtenaar bij de gemeente Oldambt. Ook betrokken bij de Joodse geschiedenis, heb ik gehoord. Ja, vanuit de gemeente hebben wij dit initiatief genomen om de Joodse geschiedenis in Winschoten, met name in Winschoten, weer een grote rol te laten spelen in onze gemeente. Omdat het eigenlijk de tweede grootste gemeente was waar de meeste Joden getransporteerd zijn destijds. Dus vanuit het project vanuit Westerbork, de Stille Getuigen langs het spoor, samenwerking met Duitsland, heeft onder andere Pieter Smit gezegd, we gaan hier iets moois mee doen. En dat zijn we nu mee bezig. Kun je al iets zeggen? Wat zijn dan de gedachten daarbij? En dat gaat, als ik het goed heb, volgend jaar plaatsvinden. Nou, volgend jaar is het 75 jaar geleden dat in oktober de transportatie was van heel veel Joodse inwoners van Winschoten. En op 5 mei zijn we de gastgemeente van de provincie Groningen. En staat dat thema centraal bij de activiteiten van die 5e mei. Ja. Ieder jaar is er een gemeente in de provincie dan die daar de extra aandacht heeft. En dat is specifiek in verband met de Joodse geschiedenis Winschoten, Oldambt moet ik zeggen, ja. Volgend jaar? Ja, dat klopt. De provinciale stichting 4-5 mei heeft dit als aanleiding genomen om de Oldambt volgend jaar de gastgemeente te laten zijn. Ja. En dat betekent onder andere educatieve programma voor de basisschool, tentoonstelling, debatten voor het voortgezet onderwijs en een korte documentaire over de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen de Joodse geschiedenis, maar wat zich allemaal afgespeeld heeft in het Oldambt. Als ik dat zo hoor, een breed programma wat jullie nastreven, dan mag je daar nu al wel mee begonnen zijn. Of zie ik dat verkeerd? Ja, er is een... ik weet niet wanneer, het was een maand geleden ongeveer een bijeenkomst geweest in de Tramwerkplaats, Halte Democratie, met 4-5 mei-comité's, dorpsbelangen, nou, met Oud-Winschoten, met allerlei geïnteresseerden. Daar is dus aftrap gegeven door de burgemeester en Bart Boon. En veel geïnteresseerden geweest. En 2 weken geleden, of vorige week, waren we hier in de synagoge bij elkaar om met een grote groep geïnteresseerden verder te gaan denken over het programma. En dat het wat groots wordt aangepakt, dat zullen de bewoners, de inwoners van Oldambt dan ook merken? Dat gaan ze zeker merken. Maar dat ligt ook aan hun natuurlijk, want je hebt de bewoners nodig, de inwoners heb je nodig om feest te kunnen vieren. Want het is voor en door ons, door hen. Oké, met elkaar dus en dan herinneringen ophalen, maar ook de situatie onder ogen zien zoals het geweest is. Geweest is en ook naar de toekomst kijken, van vooral want we vinden het heel belangrijk om jongeren een rol te laten spelen hierin. Want wij zijn al op leeftijd. Op aardige leeftijd, maar de jongeren die gaan nog verder in de toekomst. En dat is heel belangrijk om de link te leggen van vroeger, nu en naar de toekomst.